Hey, welkom bij een nieuwe video. Grotten zijn altijd fascinerend geweest. Vooral vanwege hun stalactieten en verborgen dieren. Maar ze kunnen nog meer verrassingen bevatten. In de video van vandaag verkennen we 15 onverwachte dingen die drones hebben vastgelegd binnen in grotten. En andere moeilijk bereikbare plaatsen. Ben je nieuw op dit kanaal? Vergeet dan niet te abonneren en op de meldingsbel te klikken. En voordat we beginnen, geef de video ook een duimpje omhoog. Verborgen tempel. De volgende dronebeelden tonen de adembenemende Batu Caves tempel in Kuala Lumpur, Maleisië. Deze grotten hebben een grote betekenis als hindoeïstische heiligdommen en zijn een van de meest populaire bezienswaardigheden in Maleisië. Batu Caves, ook bekend als de tiende grot ofwel heuvel voor Heer Murakan, vullen de 6 belangrijke heilige plaatsen in India aan, samen met 4 andere in Maleisië. De tempel, gebouwd in 1891, blijft fascineren met zijn schoonheid. Het hindoeïsme, vertegenwoordigd in Batu Caves, wordt niet alleen in Maleisië beoefend, maar ook in India en verschillende andere landen over de hele wereld. 14. Olifantenrots. Elephant Rock, gelegen op de Westman-eilandenarchipel, ongeveer 7,4 kilometer voor de zuidkust van IJsland, heeft zijn naam te danken aan zijn opvallende gelijkenis met het hoofd van een reusachtige olifant. De unieke verschijning van de rotsformatie, waarvan de helft van de slurf zich in de Atlantische Oceaan bevindt, creëert de illusie van een olifant die water drinkt. Bezoekers hebben echter ook opgemerkt dat dat lijkt op het kosmische wezen van H.P. Lovecraft, Cthulhu, een monsterlijk zeedier met een gezicht dat lijkt op een octopus. 13. Duizenden hangende doodskisten. Deze grot herbergt een intrigerend gezicht, aangezien honderdduizenden houten doodskisten in het zuidwesten van China, in de provincie Guizhou, worden achtergelaten om langzaam te vergaan. Deze bijzondere traditie, waarvan wordt aangenomen dat deze teruggaat tot de oudheid, omvat het stapelen van de doodskisten in grotten op de steile kliffen van Anshun. Lokale volksverhalen suggereren dat inwoners met de achternaam Yo uit naburige dorpen deze gewoonte beoefenden toen ze eeuwen geleden naar de regio verhuisden om oorlog te ontvluchten. De doodskisten werden in grotten geplaatst om overstromingen te vermijden en men gelooft dat ze de zielen van de overledenen in staat stellen om naar de hemel op te stijgen. 12. Een restaurant midden in de oceaan. Cloud9 is een restaurant dat zich midden in de oceaan bevindt. Het ligt op slechts 40 tot 45 minuten varen van Port de Nerau, Fiji, een belangrijke toeristische hub voor alle transfers, en op slechts 10 minuten varen met een speedboat van verschillende resorts, zoals Musket Cove Resort, Six Senses Malolo Island Resort en Castaway. Deze unieke eetervaring vindt plaats in het kristalheldere water van de zuidelijke Stille Oceaan, specifiek in het prachtige turquoise water van Fiji. Cloud9 biedt bezoekers de kans om heerlijk eten en drinken te proeven terwijl ze boven de levendige koraalriffen zweven van dit tropische paradijs. 11. Vistempel. De Vistempel is een fascinerende attractie in de oude stad in Thailand, gelegen in Tambombang Phu Mai. Dit project, gefinancierd en gebouwd door de particuliere sector meer dan 2 decennia geleden, heeft een opmerkelijk middelpunt, genaamd het Sumeru Mountain Paleis, beschermd door de majestueuze Ananda Vis. Ananda Vis heeft een grote culturele betekenis in de Thaise overtuiging en symboliseert voorspoed, geluk en bescherming. De tempel staat als een getuigenis van de diepe eerbied van het Thaise volk voor het aquatische leven en een spirituele verbinding met de natuur. 10. Yinhe Grotwaterval. De Yinhe Grotwaterval, gelegen in het noorden van Taiwan, is een adembenemend natuurlijk wonder dat het ontdekken waard is. Deze betoverende waterval heeft een hoogte van ongeveer 20 meter en creëert een fascinerende cascade van water te midden van weelderig groen. Taiwan, een eilandnatie in Oost-Azië, staat bekend om zijn schilderachtige landschappen en Yinhe Grot Waterval is ongetwijfeld een van zijn verborgen schatten. Het omringende gebied biedt een rustige ontsnapping, waardoor het een ideale bestemming is voor natuurliefhebbers en avonturiers. 9. Mysterieuze wrakstukken. Een mysterieus wrakstuk werd ontdekt voor de kust van Florida, wat nieuwsgierigheid en speculatie bij de autoriteit heeft opgewekt. Het puin ligt in de Atlantische Oceaan bij Daytona Beach Shores, wat theorieën over een gezonken schip doet ontstaan. Experts en specialisten voeren onderzoeken uit om de oorsprong en identiteit van het wrakstuk vast te stellen. Dergelijke onderwaterontdekkingen intrigeren vaak maritieme historici en archeologen. De kustwateren van Florida hebben ook andere vreemde vondsten aan het licht gebracht, zoals het mysterieuze fenomeen van de aangespoelde oog in 2018. 8. Veeënschoorstenen. Cappadocië is een betoverende regio in Turkije.
In oude tijden werd dit historische gebied bewoond door verschillende beschavingen, waaronder de Hittiten, Perzen, Grieken en Romeinen. Een van de meest opmerkelijke kenmerken van Cappadocië zijn de huizen die zijn uitgehouwen in de zachte vulkanische rots, waardoor er grotwoningen en ondergrondse steden zijn ontstaan. Deze structuren werden gebruikt door vroege christenen als schuilplaatsen tijdens vervolgingsperiodes. De geschiedenis van Cappadocië gaat duizenden jaren terug, waarbij de ondergrondse steden zoals Derinkuyu en Kaimakli naar schatting zo'n 3000 jaar oud zijn. Vandaag de dag zijn de steden en rotskerken van Cappadocië een buitengewoon getuigenis van het rijke verleden en trekken ze bezoekers van over de hele wereld aan. 7. Strand in de grot. Binnen de Algarve de Benagil-grot, gelegen in de Algarve, Portugal, bevindt zich een verborgen strand, toegankelijk via een natuurlijke opening in het plafond van de grot die het zonlicht binnenlaat en een betoverend spel van licht en schaduw creëert. Dit geologische wonder trekt een groot aantal toeristen die komen om zijn unieke schoonheid te aanschouwen en boottochten te maken om de grot te verkennen. Het interieur van de grot biedt een veilig toevluchtsoord voor verschillende marine dieren, waaronder vissen en schaaldieren, die gedijen in het rustige water en beschermde omgeving. 6. Oude vesting. Sigiriya is een oude rotsvesting gelegen in het centrale district Matale van Sri Lanka. Ook bekend als de Leeuwenrots is Sigiriya een indrukwekkende UNESCO werelderfgoedlocatie en een van de meest iconische bezienswaardigheden van het land. De naam Leeuwenrots komt van de enorme leeuwvormige poort die ooit bij de ingang van het paleis op de top van de rots stond. Vandaag de dag zijn alleen de enorme leeuwenpoten nog overgebleven. Sigiriya is beroemd om zijn opmerkelijke fresco's, prachtige watertuinen en geavanceerde techniek, waardoor het een belangrijk cultureel en historische plek is die bezoekers van over de hele wereld trekt. 5. Divle Gatenkaasgrot. Een FPV-drone heeft beelden vastgelegd van de Divle Gatenkaasgrot in de zuidelijke stad Karaman in Turkije. Deze unieke grot staat bekend om zijn historische en culturele betekenis. Hij is natuurlijk ontstaan door de oplossing van kalksteen gedurende duizenden jaren, waardoor een ondergrondse holte is ontstaan. Traditioneel werd de grot gebruikt als opslagplaats voor het rijpen en bewaren van kaas, gebruikmakend van de constante temperatuur en vochtigheid. Vandaag de dag blijft de grot een belangrijke locatie voor kaasproductie en een fascinerende attractie voor toeristen die geïnteresseerd zijn in het rijke erfgoed en de culinaire tradities van Turkije. 4. Grot vol glimwormen. Glowworm-grotten in Nieuw-Zeeland bieden een adembenemend natuurlijk spektakel, met betoverende glimwormen als de belangrijkste attractie. De bioluminescentie van deze kleine wezens, wetenschappelijk bekend als Arachnocampa luminosa, zorgt voor het betoverende lichtschouwspel binnen in de grotten. De glimwormen creëren deze magische vertoning door een bioluminescent licht uit te stralen om hun prooi aan te trekken. Ze gebruiken kleverige draden van zijde om insecten en andere kleine organismen te vangen die worden aangetrokken door hun gloeiende draden. Een ander voorbeeld van lichtgevende dieren is de vuurvlieg, die een vergelijkbaar bioluminescent proces gebruikt om licht te produceren. 3. Drijvend windmolenpark. Deze drijvende windenergieplatforms op zee, zoals Windfloat Atlantic in Portugal, benutten de kracht van de wind om schone en hernieuwbare energie op te wekken. De windturbines, geplaatst in het midden van de oceaan, maken gebruik van krachtige en consistente offshore winden, die vaak krachtiger zijn dan winden op het vasteland. Het onderdompelbare ontwerp van het platform maakt het mogelijk om op het wateroppervlak te drijven, terwijl het stabiliteit biedt en de zware windturbines op hun plaats houdt. Offshore windparken hebben als voordeel dat ze gebruik maken van uitgestrekte oceaangebieden met minder visuele impact op het landschap en het potentieel om aanzienlijke elektriciteit te genereren voor kustgebieden. 2. Oude stoomboot. Het wrak van de stoomboot North Alabama was een belangrijke historische gebeurtenis die plaatsvond op 27 oktober 1870, toen het schip zonk in de Missouri-rivier nabij Vermilion, South Dakota. De stoomboot, ooit een druk middel van transport, ontmoette haar ongelukkige lot door een onbekende oorzaak. Het werd gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder personenvervoer en goederenverzending langs de rivier. De dronebeelden legden de locatie in de staat van de North Alabama vast en onthulden de overblijfselen van dit ooit vitale vaartuig. 1. Kapel in de grot. Een toerist heeft deze video vastgelegd na het voltooien van de tour naar de top van Panagia Kakaviotissa, een openluchtkerk of kapel in een grot. Gelegen op het Griekse eiland Lemnos is deze verborgen parel een Griekse orthodoxe kerk die bezoekers ademloos achterlaat. De naam Panagia Kakaviotis komt van de berg Kakavos, waarop het staat. De unieke constructie van de kerk binnenin, een gedeeltelijk open grot met een onbeperkt plafond, suggereert dat het ontworpen is om direct contact met de hemel mogelijk te maken,
waardoor het een diepgaande spirituele ervaring biedt aan gelovige bezoekers. Welk grotgeheim was jouw favoriet? Laat het ons weten in de reacties. Als je de video leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. Als je meer video's van ons wilt zien, klik dan op een van de schermen of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.